onze kathedraal. Onze kathedraal is het epicentrum van Kathedraal TV. Alle content van de livestreams, de eucharistische aanbidding, het wordt hier allemaal opgenomen. En daar zit een heel team achter die continu met Kathedraal TV bezig is. En vandaag kijk ik met hen mee achter de schermen. Daarnaast ga ik in gesprek met kapelein Johannes van Vorst tot Vorst, die een belangrijk deel van de techniek heeft geregeld. En ik kijk mee met de vrijwilligers. Kapelein Johannes, we staan hier in de altijd bedrijvige kathedraal. Jij bent eigenlijk de initiator van Kathedraal TV, heb ik begrepen. Nou ja, initiator vind ik een groot woord. Het initiatief kwam, laten we zeggen, vanuit de combinatie van het pastoraal team en het bisdom. Maar omdat ik hier praktisch, laten we zeggen, het meest met mijn voeten in de klei zit. En ook wel iets van technische achtergrond heb. Werd aan mij de wonderlijke taak toevertrouwd om, om eigenlijk dat gaande te gaan krijgen. Dus samen met een professioneel bedrijf die het is komen installeren, zijn we het gaan opzetten, inregelen, voorbereiden. Kijken hoe we het moesten uitvoeren. Het YouTube-kanaal überhaupt maken, aansluiten, enzovoort, enzovoorts. Dus, Oké. Kun je iets laten zien van het materiaal? Zeker. Ik denk dat we gewoon hier naar voren gaan lopen in de kathedraal. Eigenlijk hierachter in de kathedraal is er eigenlijk niet zoveel wat met de livestream te maken heeft. Hoewel dat gaat veranderen. Okay. Als het goed is krijgen we binnenkort een tweede camera erbij. Echt? Die komt dan waarschijnlijk hier aan deze pilaar te hangen. In de voorbereiding had ik al met een losse camera verschillende pilaren. Gewoon echt gekeken, wat zien we op beeld? Hoe zien we het? Hoe hoog? Hoe laag? Wat zien we op de achtergrond, zodat we een zo mooi mogelijk beeld kunnen creëren. Dat de mensen het zo mooi mogelijk kunnen meemaken. Ja. Nou, je hoort nu ook de geluiden op de achtergrond, er wordt gerepeteerd. Ja. Maar uiteindelijk is dus de camera die we nu hebben, is hier aan de voorste pilaar terechtgekomen. Dat bleek dus de mooiste plek te zijn. Oké. Het is een heel klein dingetje eigenlijk. Wow. Dit is de camera. En je ziet, er hangen nog losse snoeren, omdat het eigenlijk zo overhaast is aangelegd. Dus dat gaat nog een keertje netjes weggewerkt worden natuurlijk. Maar dit is de camera en je ziet, het is een draaibaar geheel. En dit is de camera zelf. Ik ga hem natuurlijk niet van voren aanraken, dan wordt hij vies. Maar die kan dus vanuit de sacristie met een tablet, met een soort joystick, kan die bestuurd worden. Omhoog, omlaag. Nee, goed, mensen die de livestream hebben gekeken, die hebben dat zien gebeuren. Ja. Goed, hij hangt dus hier eigenlijk heel onopvallend. Ja. Maar tegelijkertijd, hij hangt hier op deze hoogte dat hij voor de celebrant op het priesterkoor bijna op ooghoogte is. Okay. Waardoor je als kijker bijna het idee hebt dat je gewoon heel direct elkaar aankijkt. Ja. Je zit wel vrij opzij. Daarom dat we bijvoorbeeld aan het begin al de ambo een stuk hebben gedraaid, zodat hij eigenlijk naar de camera staat. Ja. Als straks de mensen er weer bij komen in de mist, dan zullen we hem natuurlijk wel weer een stuk terugdraaien. Okay. Maar als het goed is, krijgen we tegen die tijd ergens ook de tweede camera erbij. Dus dan kan je nog meer afwisselen in dat beeld onderling, zeg maar. Ja. Nou, deze kabels die lopen naar de sacristie toe en daar is eigenlijk waar we de rest van de apparatuur hebben. We hebben de kabels zo netjes mogelijk, laten we zeggen, praktisch mogelijk afgeplakt, weggewerkt. Dat het in ieder geval niet kapot gaat. En daar zie je eigenlijk aan hoe snel jullie zijn gaan handelen. Precies, het was echt heel, heel snel werk. En hier komen nog een paar kabels bij van microfoons. Mm-hmm. En sommige mensen denken, waarom zo in het midden van de deuropening? Dat is een heel raar detail natuurlijk, maar daar is de dorpel namelijk eraf gelopen. Zodat het onder de deur door kan, anders kan de deur niet meer dicht. Aha. Nou, hier zijn we bij het systeem. Dit is eigenlijk voor een groot deel is dit geluidssysteem van de kathedraal. Mm-hmm. Dat vrij nieuw was aangelegd en ook heel hard nodig was. En daar is dus het een en ander aan toegevoegd. Je ziet ook hier allemaal nog losse kabels hangen enzovoort. En hier de monitor van het beeld dat we dus met de camera zien. En ik heb hier de tablet, hiermee besturen we dus de camera. Mm-hmm. We hebben allerlei presets,
van verschillende dingen die we veel gebruiken. Hier kunnen we zoomen, hier kunnen we de camera alle kanten op besturen. We zouden dus 8 camera's kunnen bedienen, maar ja, we hebben er maar eentje. Hopelijk dus een tweede die erbij komt. Ja. Nou, en op die manier kunnen we dus van alles, ja, laten we zeggen, instellen. Die zit hier weer vast. Ja, de handcamera die vraagt wat anders. Die is minder ingeregeld, zie ik al. Ja, nou en dan hebben we, er is nog een app die we dan hier hebben. En dit is eigenlijk de bediening, zou je kunnen zeggen. Hier zie je ook weer het beeld dat we zien. En hiermee kunnen we dus de koppeling met YouTube aan- en uitzetten. En kunnen we zien of de verbinding goed is, ja. Enzovoorts. Nou, en hier zien we ook welke speakers in de kathedraal aan- en uit zijn. Dat wordt natuurlijk ook gebruikt. Nog andere dingen, hier alle microfoons, die kunnen we ook een beetje bijregelen als dat nodig is. Ja. We zien nu dat de koormicrofoons heel wat opvangen, omdat er wat wordt geoefend dus. Ja. Op die manier, voor mij is het inmiddels een soort van gebakken koek en dat het er is en zo. Maar ja, voordat we eenmaal zover waren en het ingeregeld hadden, dat is nog een heel aantal dagen en avonden werk geweest. Je hebt een hele tweede carrière ernaast gekregen. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ja. Ja. De gevolgen ervan ondervind ik ook af en toe. Maar ja. Goed, nee, het is heel mooi. En zeker om te zien hoeveel mensen het volgen, hoeveel mensen er zo positief op reageren. Ja. Dat ook echt vooral. Ja, ja. Wat voor reacties krijg je? Ja, heel veel mensen die gewoon, ondanks de moeilijke situatie, toch heel erg getroost zijn dat ze zich eigenlijk zo dichtbij voelen bij het geheel. En de zang, we hoorden het net ook al een aantal zangeressen, maar die proberen we zo mooi mogelijk naar de mensen thuis ook te brengen. Hè? Ja. Want zang is iets wat echt optilt, zeker in zo'n situatie als nu. Ja, en dan binnen de maatregelen. Heel creatief gezocht eigenlijk. Precies, de zangers staan op flinke afstand van elkaar en nog verdere afstand van de celebranten enzovoort. Dat kan hier allemaal ook gelukkig. En ook mensen die eigenlijk al vanwege eigen gezondheid en zo niet echt naar de mis konden komen of wat dan ook. En die dat nu dus wel kunnen volgen. Ja. Dus dat is heel mooi. Ja, zeker. Zeker. Ja, Yvette. Ja, jij maakt deel uit van het streamteam van de kathedraal. Ja, klopt. Kun je vertellen wat je zoal doet? Tijdens de mis regelen we dat op tijd de microfoons aan en uit gaan. En dat de camera meebeweegt met wat er gebeurt tijdens de mis. En dat dat live te volgen is via YouTube. Ja. En is dat veel coördinatie? Uiteindelijk is het op een paar knoppen drukken, maar je moet wel even nadenken waar zijn we in de mis en wat gaat er hierna gebeuren. Dus proberen 2 stappen vooruit te denken. Maar je hoeft er geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Nee. Maar toen je hieraan begon, het ziet er allemaal vrij technisch uit. Ja. Heb je veel inwerkperiode moeten krijgen? Het viel mee. Gelukkig had kapelaan Johannes, die had zelf alles aangelegd. Dus we kwamen in een klare setting en hoefden alleen maar eigenlijk te leren wanneer je op welke knop moet drukken. Daar krijg je dan op een gegeven moment wel handigheid in. In het begin was het, ik denk dat het nu soepeler gaat dan 2 maanden geleden, laat ik het zo zeggen. Ja, jullie hebben echt geleerd. Ja, echt. Ja. Ja. Kun je iets laten zien van de tablet waar je bijvoorbeeld mee werkt? Dat kan ik zeker. Dit is eigenlijk de bediening van de camera. Ja. Waarmee je naar links en rechts en zoom en focus. En er zitten een paar vaste instellingen op die we vaak gebruiken. Zoals voor het priesterkoor of voor het altaar of voor de ambo. Mm-hmm. Dus dan is het echt een kwestie van 1 druk op de knop. Ja. En hier bedien je eigenlijk de camera mee. En hier worden alle microfoons mee bediend. Ja. Altaar, lezenaar en dan afwisselend orgel en zang. Oké. Dus je moet echt schakelen tussen de microfoons. Ja. Dus op het moment dat iemand gaat praten vanuit een andere richting van de kerk, moet jij heel alert zijn om de microfoon te Ja,
Okay. En als bijvoorbeeld de microfoon van het orgel, die vangt heel veel geluid. Yeah. Dus als je die aan laat staan als er iemand anders aan het praten is, dan hoor je echt een galm in de kerk. Dus die moet eigenlijk zo snel mogelijk als het orgel klaar is weer uit en dan de andere microfoon aan. Dus in die zin is het best wel veel schakelen. Ja, ja. En soms ben je dan ook net te laat dat je denkt, oh ja, gebed van de geestelijke communie even. Ja, oh ja. Inderdaad. Dan moet je heel alert zijn van wat er in de kerk gebeurt. Maar goed, de kerk dat is natuurlijk wel hier achter de deur. Ja, ik kan het niet zien. Nee, nee. Dus echt op je gehoor en op je gevoel moet je dat dan, moet je dat dan doen. Nee. Meestal zijn jullie met z'n tweeën. Ja, ja, klopt. Heb je elkaar ook echt nodig? Of zou je het in je eentje kunnen? Ik denk dat het kan wel in je eentje. Door de weekse missen doen we wel alleen. En dan zondagse missen doen we vaak met z'n tweeën. Omdat er dan meer zang is, meer orgel. Er gebeurt gewoon meer. Ja. Dan is het wel fijn als één iemand de camera doet en één iemand het geluid doet. Ik weet nu wat er allemaal achter de schermen gebeurt bij Kathedraal TV. Ik weet ook wat de missie en de visie is van Monsieur Hendricks, wat zijn doel is met Kathedraal TV. Maar ik weet ook dat er in ons hele bisdom nog veel meer gebeurt. Zeker in deze coronacrisis heeft eigenlijk de creativiteit zo een nieuwe wending genomen, alsof eigenlijk de geest zich op een heel andere, nieuwe manier laat zien. En daar ga ik voor het bisdom door. Ik ga de komende tijd reportages maken vanuit het bisdom om te zien hoe de geest daar nou eigenlijk aanwezig is. Ik hoop dat u met me meegaat.